Welkom terug bij Goeie Vraag. Het is inmiddels alweer de derde aflevering. En ja, zeker, het is zover. We gaan eindelijk beginnen met jullie vragen aan onszelf stellen. Maar voor het eerst in de vorm van video. En hij is ingezonden door Jens. Dus we, ja, Jens mag de vraag gewoon meteen stellen. Jens, kom er maar in. Frag out. Mijn frag van deze week. Als je in één wereld moest leven van een game, welke wereld zou je kiezen? Jens, fucking goede vraag. Dankjewel voor je filmpje. Houd het vast, hou vol, vaker doen. Andere mensen, stel je vragen, super awesome. Wat is de meest favoriete gamewereld waarin ik zou leven? Nou, we hadden het net boven hele discussies, want ik mocht niks van Star Wars zeggen. Want dat vonden ze flauw. Maar, er is ook toevallig nog één wereld waar ik liever nog zou zijn dan in de wereld van Star Wars. En dat is de wereld van Assassin's Creed 3. Is this not why you fight? To protect your people? Assassin's Creed 3 is namelijk de historisch meest accurate game uit de Assassin's Creed franchise. En het was ook de tijd van de kolonisatie van het Verenigde Staten van Amerika. En natuurlijk was het niet een hele vriendelijke tijd naar de Native Americans en zo. Maar het was wel een awesome tijd als het gaat om scheepvaart, over wapens, over uniformen, over het Britse Rijk. Het was echt een awesome tijd. Wat ik vooral in die wereld zou doen is jagen. Gewoon jagen. Gewoon naar beren toe lopen. En vossen. En adelaars. Tijgers. Oh, nee, hadden ze niet. Nee, maar ik zou wel veel jagen. Dat vind ik wel vet. Jagen is vet. Weet je, het is ook spannender als je gewoon een gun hebt. En dan daarna nog een minuut moet herladen. En dat je dan pas weer kan schieten in plaats van gewoon met een M6. Alle tijgers dood. Dat is niet handig. Ja, de gamewereld waarin ik wil leven. Als het voor een dag zou zijn, dan zou het immens veel zijn. Skyrim, maar ik denk niet dat ik het daar langer dan een week in uithoud. Dus ik denk toch dat mijn persoonlijke favoriet Red Dead Redemption wordt. Want de wereld is heel uitgebreid, het is heel groot. Ja, je hebt besneeuwde toppen, die heb je in Skyrim ook. Maar in Skyrim heb je alleen maar besneeuwde toppen. In Red Dead Redemption heb je namelijk ook een heel veel lekker weer en ik hou er wel van om lekker in het zonnetje te zitten met een Corona of Desperados en ja, af en toe een beetje met mijn lasso te gooien en voorbij komen een bandiet en neer te schieten met mijn revolver. Dus ja, ik denk wel dat ik dan persoonlijk voor Red Dead Redemption ga, ook mede omdat er zoveel fucking vette outfits in zitten. Ik heb mezelf altijd al wel een keertje als cowboy willen zien. Dan niet met carnaval, maar gewoon in het echt. Dus ik denk wel dat het voor mij Red Dead Redemption gaat worden dan, ja. Kom, pak je lasso maar. Zo van de cowboys in de jaren. We rijden over prairies. Ja, de gamewereld waar ik wel in zou willen leven. Kijk, je kan natuurlijk iets vets zeggen als Dragon Age of Skyrim. Maar eerlijk is eerlijk, ik zou het daar waarschijnlijk nog geen dag in overleven. Dus ja, dan kies ik toch gewoon voor een wereld die lekker dicht op de normale wereld staat. En dat is die van Uncharted. Want mooi meegenomen is natuurlijk, als je op vakantie gaat, is de kans altijd groot dat je nog even een schat meepikt. Dus dat is super fijn. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything. Go home. Live your life. Or we can just end it right here. Jens, goeie frag. Allereerst. Ik had mijn antwoord wel echt al meteen klaarstaan zodra je video binnenkwam. Want het is namelijk heel simpel voor mij. Het is voor mij gewoon Fallout. Het maakt me niet zozeer uit welke Fallout. Van of het nou Boston is of iets anders. Het gaat me vooral meer om het feit dat het een post-nucleaire fucking wereld is. En ik weet niet, er is iets met Fallout dat ik denk van, daar zou ik heel lekker in kunnen gaan. Gewoon vooral omdat ik het idee heb dat ik daar gewoon mezelf in kan ontplooien. Dat ik raiders kan gaan killen, dat ik dingen kan gaan craften, dat ik mijn eigen settlement maak, mijn eigen groente ga kweken in dat geïrradieerde veld. Dat lijkt me echt fantastisch gewoon. Ja, ik weet niet wat het is met Fallout, maar het heeft een soort, ook al is het zo verdocht, ook al is het zo dood, ik wil erin leven, ik wil erin bestaan, ik wil er iets moois in opbouwen en ik heb het idee dat ik daar ook de juiste loonwanderer voor ben. In welke wereld ik graag zou willen leven? Dan zou ik wel de wereld van Fable zijn, denk ik. En eigenlijk, waarom is omdat, weet je wel, af en toe iedereen heeft wel eens een keer een slechte dag.
En als ik altijd de goede gast ben met games, dan kan ik nooit een keer, weet je wel, een beetje kloten. En bij Fable ging dat eigenlijk prima. Op een gegeven moment was het zelfs zo fijn dat ik gewoon horens uit mijn hoofd ging groeien. Ik ging dik worden. Ik kon alles. Alle dingen die ik in het echte leven niet kon. Ik was eindelijk voor de eerste keer een keer dik. Fantastisch. That way, you great big Balverin turd. Het mooiste eigenlijk aan Fable vond ik altijd, en misschien ben ik echt een slecht persoon, maar ik vond het zo leuk om gewoon kippen een keer dood te maken. En gewoon, ja, het kon gewoon eindelijk een keertje, zeg maar. Weet je, bij alle games moest je redden haantjes en oh nee, zielig. En hier was het van, oh, kipje, nekje om, klaar. En daarna deed ik gewoon een paar kinderen pesten, heerlijk. Het kon allemaal. Misschien ben ik wel echt een slecht persoon. Ik denk het. Ja, je hoort het. Dat zijn de werelden waar wij als redactie van Gamersnet graag in zouden leven. Al is het voor een dagje, we weten ook niet hoe lang we überhaupt zouden overleven. Maar dat maakt niet uit, dat was het voor deze goede frag van deze week. Aan jou is het vooral de taak om zelf te reageren op de vraag: in welke wereld zou jij willen leven? Ben je het wel of niet eens met sommige van onze redacteuren? Laat het ons vooral weten. En natuurlijk, ja, hoe kon het ook anders? Drop een nieuwe goede frag voor ons. Een leuke vraag, iets persoonlijks. Zolang het maar over games gaat, mag het eigenlijk alle soorten vragen zijn. Zolang ze ook maar open zijn, want zo'n ja-nee vraag, dan wordt een hele korte aflevering dan. Maar in ieder geval tot volgende week en veel plezier met het beantwoorden en vragen van de vragen. Ja. Toch?